Ik zei toch dat we het zouden halen? Waar is iedereen? Naar jullie op zoek. Waarom? We zijn gewoon hier. Meer dan een uur te laat. Oh. Wat is er gebeurd? De wandeling duurde wat langer, maar we zijn er klaar voor. Toch, papi? Ze zijn allemaal ziek. We moeten ze naar de dierenarts brengen. Oh, en hier komt de chaos. Oké, allemaal. Alle hens aan dek. Laten we deze lieve diertjes helpen. Oeh, serieus? Oeh, en Puppy ook? Ik heb je net nog opgeknapt. Het kan niet dat jullie allemaal basketbalblessures hebben. Basketbal? Hoops, cutie. Oké, dus misschien ben ik gestopt om basketbal te spelen en zo raakte Puppy gewond. Ik weet niet wat er met anderen is gebeurd. Daarnaast heeft Emma Puppy gecontroleerd en alles was oké. Oké. Dit is rampzalig. Let niet op mij. Ik ga ondertussen gewoon even deze schatjes opknappen. Spijt me, Royal Bee. Ik wilde gewoon een beetje lol maken. En bij jou is het soms allemaal zo zakelijk. Weet je wel? Ik maak ook graag lol, hoor. Maar ik heb gewoon ook graag dat alles perfect is. Alles is perfect. Kijk om je heen. We hebben elkaar. Echt waar? Ik bedoel, ja. Jullie hebben mij en Pup Bee gekozen als deel van de Bee-familie. En er is niks beters dan jou als grote zus te hebben. Ze heeft gelijk. Oh. Hmm. Sorry, ik hou gewoon van liefde. Ik bedoel huisdieren. Ik hou van huisdieren. Ik zal hier gewoon mijn werk doen. Wacht eens even. Dit ziet er niet gebroken uit. Kun je haar als volgende opknappen? Ik dacht dat je hoofd had gestoten. Oké, dus alle huisdieren zijn gewoon helemaal gezond. Ze hebben alleen maar... Ik wist natuurlijk dat alle huisdieren totaal net als ons deden. Je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze er schattig uit willen zien met hun schattige verbandjes. Misschien moeten we wel allemaal matchen. Ah!